lopen. Een beetje met Dijssel rustig tussen Zwolle en Deventer. Maar nu zal het kolken in Deventer als er straks wordt afgetrapt tussen Go Ahead en PEC. Het verhaal is bekend. Geen uitsupporters, dat is eeuwig zonde. En daar moeten beide clubs en de verantwoordelijken heel goed over nadenken hoe dat op te lossen. Want deze wedstrijd verdient natuurlijk een echt vol stadion en niet één vak dat leeg is. De IJsselderby, en die IJsselderby in Deventer is voor Bram van Polen, de aanvoerder van de aartsrivaal, zijn 500ste wedstrijd in het blauw-wit. Komt dan nog maar eens om, anno 2024. Daar zit hij, geschorst. Van Polen. Maar we zien dat Oliver Edwardsen, de diepste middenvelder in de rug is van zijn naamgenoot. Dat Breum aan de linkerkant begint. Heeft iemand zijn bekertje laten vallen. Dat is natuurlijk heel vervelend daar in de buurt van de middenlijn. Binnen een minuut. Er toch weer een of andere krankzinnige daar op om zijn beker richting Van Polen te smijten. Dat is op stapel gek van te horen. Nou, dan lijken we weer te gaan hervatten. Nou, op het hout van een... het zal zijn een minuut op 3-4. Edwardsen, goed klaargelegd. Versnelling van Edwardsen. Nou, dat kan je. Gaat hij wel zoeken? Nee, kiest voor de paas. Dat is dan een overtreding. Ja, bel op de stip. Schendelaar moet één ding voorkomen. Dat is contact met zijn tegenstander. En daar slaagt hij niet in. In een ongelooflijk moeilijke hoek. En dan legt Higler de bal op de stip. Hij blinkt uit. De laatste week in de goal bij PEC. Schendelaar staat geweldig te keepen. Dit was niet zijn meest handige moment. Kan hij zelf het niet doen. Oog in oog met Edvardsen. En dat doet hij ook. Schendelaar met een geweldige redding. En zo blijft het 0-0 in de Adelaarshorst. Matig ingeschoten. Ideale hoogte voor een keeper. Namli. Dat is een goede bal. Wat een kans voor Zwolle. Voor Reinders om de score te openen. En nam die inschattingsfout van Bel. En het is onvoorstelbaar dat Reinders deze kans laat liggen. Het is van Bel. Kan je. Blauw wit de muur voor hem. En dan neemt Breum het van hem over. En die schiet ernaast. Uitgesteld. Nu is er dus ruimte voor Zwolle met Vichtinger. Vichtinger van den Berg voor zijn linker. Van den Berg, droogschot en een goede redding. Maar dan is daar de rebound en die staat buitenspel. Die. Dat is toch buitenspel voor de aanvalsleider. Dus blijft het 0 tegen 0. Nou, dan kan je. Mag er weer eens wat gebeuren. Nou, dan kan je. Heeft dat begrepen? Die dendert langs McNulty het terugleggen, want dan staat Lam weer goed opgesteld. Goede individuele actie van Adekanje. Van den Berg. En ook van Reinders. Niet alleen met Del Reinders. Van den Berg weer aangesloten. Van den Berg. De tweede keer dat hij kan aanleggen van de rand van het 16 meter gebied. De eerste keer leidde tot de goal van 10, die werd geannuleerd. Edvardsen had dat doorzien, maar toch ook niet helemaal. Namli, net hard genoeg. Thie, daar komt Zwolle met Velanas. Goede bal van Thie, precies op de schoen van Velanas en die kan het proberen. En zo antwoordt Zwolle gelijk. Edvardsen, zo speelt Go Ahead. Dat in eerste instantie wel aardig uit, maar daarna loopt Edvardsen zich vast, niks aan de hand. Correct verdedigd. Van Polen sportief speelt de bal over de zijlijn. Opgevangen daar door zijn tegenstander. Dat kan natuurlijk pijnlijk zijn. Daar de aftocht voor Edvardsen die voor verdere behandeling richting de kleedkamer gaat. Naar de debuut van Søren Tengstedt. Dit is stilaan een wedstrijd geworden dat één moment nog maar drie punten kan opleveren. Dat is wat Namli hier ook in zijn hoofd heeft. Die probeert het van afstand.
Zo gaat dat. Geel nu voor de middenvelder van Go Ahead. Het is einde wedstrijd. En dan zien we dus het debuut van Filip Krastev. Niet handig. Terugleggen is ook goed. Dan Van Polen, ja. Die wil die 500 ze toch een beetje mooier maken. Van zijn voeten. Daarvan gaat T profiteren. T 1 op 1. T met een stiftje. En zo komt Zwolle op 1-0. Lennart T breekt deze wedstrijd open in minuut 77. Het is voor de Duitsers een 9e van het seizoen. Maar het begint natuurlijk met een zeer ongelukkige aanname van de aanvoerder van de Go Ahead Eagles. Een bal in het niets. Kuipers laat hem van de voet springen. Komt vervolgens een botsing met zijn collega. En daarvan gaat T dan profiteren. En die rond dat toch echt heel vakbekwaam af. Keurig stiftje. Gaan over. Hengstedt. Edvardsen loopt weg. Dat is een goede paas. En dan de redding van Schendelaar. Die steekt echt in een voortreffelijke vorm. De doelman van Zwolle. Kersten met de arm of niet? Met de arm of niet? Dat is de vraag nog. Steekt hij daar niet zijn armen uit zoals we dat zagen in het bekerduel? Cambuur tegen Vitesse. Kersten slaat de handen voor het gezicht. Lijkt daar wel heel erg op. Ja, dan gaat de elleboog gewoon naar de bal. En daar de zekerheid. Dat de bal op de elleboog is gekomen van Kersten. Die met de arm naar de bal toe gaat. En gelijk al wist eigenlijk hoe laat het was. Want hier is de penalty voor de Eagles. Schendelaar, Del. Del en raak. En zo wint Go Ahead hier nog een punt. Diep, diep, diep in de extra tijd. Het zat er geen moment in de tweede helft. Want Go Ahead worstelde en worstelde en kwam maar niet tot kansen. Keurig binnengeschoten. En zo wordt het nog 1-1. Frustratie bij Zwolle. Opluchting bij Go Ahead. Dat is wel het verdict van deze IJsselderby.